gaan verkleien, doen ik met. Als virus gaan verkleien, doen ik met. Dan zet ik me in broekskamp en get me mee me smeer. Al met mijn oude jas, dan heb ik pas voor twee. Als virus gaan verkleien, doen ik met. Jij meentje, dan met zin. Wie zit er zeg, zeg, zit is je revue. Op 12 december werd de titel, de verhaallijn en het logo van de Zittische Revue onthuld. Oh. En de titel is Op 10. Chef, doe maar eens het verhaal. Allemaal gebeurde in de wereld. De tiet, de tiet, de tiet. Dus wie er met het idee gingen spelen, wat moet het thema gaan worden, waren eigenlijk vrij gauw duidelijk voor gewoon het hebben over de tiet. En dan net in een oogbollige vorm van vadertje tijd, en met een klokboom en een zandkleuper en weet ik wel. Maar dat moet een figuur werden, een soort charlatan. Wie heen gekomen? Maar wordt dat wel een goed idee? En welke merk is nu eigenlijk schoner? Die van Zippert of van Gelen? En in het vuurjaar hebben die kermis. Maar voor hebben in het najaar kermis. Was het gezelliger? De tiet zal het leren hoe het gezelliger is. Maar één ding weet ik wel. De Geleenbeek, dat is wel echt de keuteldeek. Dat is niet de Geleenbeek, dat is de keuteldeek. Maar Zippert en Gelen. Het is de 11e keer dat we dat na de oorlog opvoeren. En voor mij persoonlijk is het de 5e revue. Kent je in het kort hoe lekker wordt de revue vergeten? Ja, de revue is een verhaal dat door Chef Schurgers is geschreven. Het gaat over een richtige Zittersche familie die heel actief is in het verenigingsleven. En die elk jaar zeg maar, betrokken zijn bij een groot evenement in de stad. En daar botsen de belangen ook wel eens, omdat de vrouw bij een andere club zit dan de mensch. En dat leidt tot allerlei hilarische verwikkelingen. Wie stelt je eigenlijk de acteur samen? Wordt daarvoor geauditeerd? We hebben natuurlijk een redelijk vaste groep van spelers die zeg maar, al jarenlang meespeelt. Maar Nicole Schurgers, de regisseur, heeft ook besloten om persoonlijk een aantal spelers waar ze veel fiducie in heeft aan te zoeken en te vragen of ze deze revue willen meespelen. Ja, spelers zijn er al een kleine 50. En daarna hebben ze dan natuurlijk nog al die verschillende commissies. En dan komt ze toch al snel uit op een 110, 120 man. Nog een vraag over de regisseur. Wie zit er daar op uitgekomen? Ja, dat op uitkomen was net zo heel erg lastig. Nicole is natuurlijk al jarenlang een van de dragende speelsters van de revue. Het daarvoor ook twee revues zelf geregisseerd. En voor hij is gaat van, we willen eigenlijk toch meer terug naar het richting Zittersche. Met regisseurs van buiten de stad moesten toch altijd heel veel communiceren voordat die een beetje in de gaten hebben wat er hier specifiek in Zittert speelt. Bij Nicole hoeft dat natuurlijk niet. Daarbij is ze gehuwd met degene die het scenario speelt. Dus we dachten, laten we die twee ook eens proberen een revue samen te laten maken. Op een bestond nummer, een tekst en een dialect en een plat. Het zal niet gans richtig Zittisch zijn, want ik ben niet geboren in Zitter en zo, maar... Dus ik kan... Ik zag zich in de winkel liggen, de zoogster zo fantastisch zoend. Schone zwarte trui met glitters, ik dacht degen... We hebben dit jaar ook gekozen voor een wat grootser, pompeuzer decor en we hebben de afgelopen keren dat steeds opgebouwd in de optochthal, dus we werken ook samen met de Marotte optochtcomité en daar willen we dit jaar ook weer her en dan wordt het één week voordat we in première gaat, wordt alles verhoest naar de Schouwburg en dan kunnen we die week nog repeteren in de decors.